Dingen zijn er. Oké, jongens. Wij zijn de nummer 1 van het land. Ik ben zo blij. Wat een mooie droom. Dit is geen droom. Maar niet huilen, anders ga ik ook huilen. Hey, Mark. Mag ik de trofee ook even vasthouden? En dan ik? Nee, ik wil ook. Tuurlijk. Wow, dude. Cool. Mag ik hem ook eens voelen? Ik wil hem heel graag voelen. Ja, ik ook. Oh, wat? Oh, zo mooi. Hey, gast. Hey, Axel. Ga maar snel naar het ziekenhuis toe. Want Julia weet nog niet dat we gewonnen hebben. Ja. Bedankt voor alles. Dat meen ik. Laat hem niet vallen, duur. Dan worden we gelyncht. Ik hou hem klem vast. Ah! Oh. Goed gevallen, Jack. Hey, Jude. Leuk, hè? Nou en of. Die winst heeft mijn hele leven veranderd. Ik begin opnieuw. Wacht eens even. Waar zijn Erik en Bobby? Waar zijn ze gebleven? Oh, die kregen na de wedstrijd een belletje van Malcolm uit Kirkwood en zijn meteen naar hem toegegaan. Hi, Malcolm. Wat vond je ervan? Heb je de wedstrijd op tv gezien? Ik hoop het. Het zou zonde zijn als je hem gemist hebt. Dat klopt. Ze zijn er meteen naartoe gegaan om met hem over de wedstrijd te praten. Ze stond er blijkbaar behoorlijk te trappelen. Jammer dan. Nu missen ze een hoop lol. En worden ze niet geïnterviewd of gefotografeerd. En worden ze dus niet beroemd. Ah, dat maakt ze niet uit. Ze wilde hun vriend zo snel mogelijk over de wedstrijd vertellen. Als je zo blij over iets bent, dan moet het er gewoon uit. Ja, klopt. Ik sta te popelen om het de jongens van de atletiekclub te vertellen. Dat we zo snel zo ver konden komen. We waren maar met z'n zevenen toen we hieraan begonnen. Dat weet ik nog, Steve. En toen speelden we nog als een natte krant. Zeg dat wel, ja. En sommigen, zoals Axel, hadden niet eens zin om de wedstrijd te spelen. Eerst niet. Maar toen kwam die oefenwedstrijd tegen Royal. Jullie kregen de smaak te pakken en konden er geen genoeg van krijgen. Sorry dat ik het opmerk, hoor. Maar je hebt mij en mijn talenten nog helemaal niet genoemd. Wat voor talent ook alweer? Mijn ontzettend strategische planning. Daardoor kregen jullie tenslotte de smaak pas echt te pakken. En kwam Axel pas echt goed tot zijn recht. Eigenlijk is wat er na de eerste wedstrijd gebeurde te danken aan mij. De winst komt eigenlijk door mij. Omdat je wegrende? Schuifluis. Nee! Ik heb altijd geweten dat we zo ver zouden komen. Ja, Sylvia, ik ook. En wat nu? We zijn nu de nummer 1. Wat wordt ons volgende doel? We moeten wel weer iets zien te bereiken. Oh ja? Zeker weten. Er zijn veel sterke teams. Dus is er voor ons nog een heleboel lol te beleven. Maar wij zijn de nummer 1 van het land. In de wereld. Er zijn veel landen en veel ontzettend goede spelers. Dat klopt. Zit wat in? We kunnen alleen maar winnen. Ik word een beetje nerveus van al die grootspraak, jongens. Vet cool. We mikken hoog, jongens. Laten we het doen. Laten we nummer 1 van de wereld worden. Yeah! Hallo, Julia. Raad eens, we hebben gewonnen. Axel? Ben jij het?
Julia. Het is gelukt. We hebben de wedstrijd gewonnen. Dat is onze afslag. We zijn bijna thuis. Huh? Wat is dat daar? Vreselijk. Zijn jullie dat, jongens? Huh? Wat is er gebeurd, meneer? Vreselijk, afgrijselijk. Wie heeft ons dit aangedaan? De aliens. Wat? Huh? Aliens? Jazeker, we zijn aangevallen door aliens. Dat verzin ik niet, geloof me. Dit is toch een grap, hoop ik, meneer? Alles oké? Wacht, zijn zij... Zij zijn van de oorspronkelijke Inazuma Eleven. Oh nee, wat is er allemaal aan de hand? Alles goed, jongens? Daar ziet het niet naar uit. Meneer Mildred. We hebben geprobeerd ze tegen te houden, maar ze waren te sterk. Het was een grote ramp, juffrouw Nelly. We zijn overrompeld. Hoe bedoelt u overrompeld? En tegenhouden? Tegen wie vocht u dan? Wat is er gebeurd, mannen? Hallo, Seymour. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik had tenslotte mijn eer als keeper hoog te houden. Maar het ging niet. Niets werkte tegen ze. Bedoel je dat je tegen aliens hebt gevoetbald? Ze daagden ons uit voor een wedstrijd, zeiden ze. Hé, wat? Zitten we in een B-film of zo? Kijk uit! Serieuze, hè? Dat zijn ze! Zij waren het! Zij hebben de school verwoest. Oké, vertel maar. Wat is dit voor alien-onzin? Wat de oude mannen zeggen is de waarheid. Wij zijn inderdaad aliens. Wij zijn discipelen van de ster. Wij hebben jullie een proef gegeven van onze overweldigende kracht en tegelijkertijd de gewoontes van jullie gemeenschap gevolgd. Met jullie gevoetbald en jullie verslagen. Ons onderzoek naar de werking van jullie vreemde en gewelddadige gemeenschap heeft ons geleerd dat dit spel een van jullie weinige bloedeloze manieren is om elkaar te bestrijden. En een goede manier om te bepalen wie de overwinnaar is en wie de verliezer. En we hebben ontdekt dat het jullie aan kracht ontbreekt. Dat is de reden? Daarom hebben jullie de vloer aangeveegd met de Inazuma Eleven? Zal ik je eens wat zeggen? Wij zijn sterker dan zij! Ha! Te laat! Zoals je kunt zien is jullie school al verwoest. De wedstrijd is voorbij. Afgelopen. Alhoewel het eigenlijk geen wedstrijd was. Het maakt me niet uit of jullie aliens zijn. Ik ga jullie hier niet zomaar mee weg laten komen. Rustig, Kevin. Waarom? Jongens. Oké dan. We gaan ze laten zien hoe het hoort. Ja! Dat lijkt me niet nodig. Kijk maar. Ultieme! Hey!
Oh nee, Mark! Kom op, Mark! Zeg eens iets! Wat zijn dat voor trucs, hè? Aanvoerder! Oh nee! Alles goed, Mark? Ademt hij nog? Ik ben oké, denk ik. Huh? Waar zijn ze? Waar zijn de aliens gebleven? Ze zijn verdwenen. Verdwenen? Ons clubhuis. Niks meer van over. Die zwarte voetbal die ze hadden. Zo'n schot heb ik nooit eerder gezien. Die snelheid en kracht. Het was echt ongelooflijk. Ja, daarbij vergeleken vallen zelfs Zeus-schoten in het niet. Je meent het, zelfs de ultieme hand kon hem niet stoppen. Nee, er was geen tijd om te reageren. Toch, Mark? Geen tijd. Nee. Dat is Eric. Hallo, Eric. Oh, hallo papa. Ik ben oké. Okay. Nee, nee toch? Nee, Eric. Ze zijn ook op Raymond geweest. Hey, kom maar even helpen. We hebben een brancard nodig. Okay. Echt? Zo is het hier ook. De jongens zijn gewoon afgeslacht. Wat zeg je? Met een zwarte voetbal. Huh? Een zwarte voetbal? Zeg je dat nou? Waar zit je papa? Wat ben je nu aan het doen? Ik probeer iets te doen. De aliens zijn niet klaar. Ze zijn nu op Umbrella Junior High. Umbrella Junior? Wat? Dagen de aliens ook andere scholen uit? Ja. Ik weet niet wat ze doen, maar ze zijn nu op Umbrella Junior. Hé, dat ligt in het volgende district, toch? Dan gaan we er nu naartoe. Misschien kunnen we helpen. We laten die freaks niet over ons heen lopen. Ik snap het niet. Hoe kon je vader nu weten dat de aliens naar Umbrella Junior High gingen? Ik heb geen idee. Het moet gebeurd zijn tijdens onze laatste wedstrijd. Er moet iets vreemds hebben plaatsgevonden, maar ik weet niet wat. Wat is er? Waarom geven jullie geen antwoord? Nemen jullie onze uitdaging nog aan of niet? Maar bedenk wel dat als wij jullie verslaan, we jullie school onmiddellijk verwoesten. Nee, niet doen. Leg onze school niet in puin. Dat kun je niet maken. Nee. Wat wou je er tegen doen? Weet je, onze schoolvoetbalclub is pas net officieel goedgekeurd door de bond. En op dit moment zijn we nog lang niet zo goed als de voetbalclubs van de andere scholen. Andere scholen, zeg je? Er zijn er niet veel meer over. We komen net van Raymond Junior, die ligt in puin. Jullie versloegen Raymond Junior? Maar zij zijn de allerbeste. Hoe konden ze verliezen? We moeten ons echt overgeven. Je hebt gelijk. We moeten de school beschermen. We geven ons over en gaan ons diep schamen. En? Weet je het al? Ja. We weten het. We zullen ons overgeven. We spelen niet tegen jullie. Oh. Niemand houdt van lafaards. Oh, wat gaan jullie doen? Jullie vernietigen. De uitdaging afwijzen betekent dat jullie zwak, zielig en onwaardig zijn. Daarom verdienen jullie je ondergang. Nee, doen! Hou op! Ik wacht op instructies. Hm. Jullie zijn voor Raymond Junior. Aan jullie acties te zien willen jullie spelen in plaats van die lafaards daar. Reken maar dat wij spelen. Luister jongens, het is heel aardig dat jullie dat willen doen, maar hij heeft gelijk. We wilden weglopen. We zijn inderdaad lafaards. Cameron heeft gelijk. Wel nee, jullie zijn geen lafaards, integendeel. Jullie wilden gewoon je school beschermen, heel logisch. Goed, laten we beginnen, Marsmannetje. Dat doen we. Wil je me een voetbal geven? Ik?
Doe het! Oké. Wil je dan niet met die voetbal spelen? Nee, we zullen ons verlagen tot jullie zwakke niveau. Wat? Laat je niet opvangen. Coach? Zorg dat je niet in een val trapt. Ik ben bang dat we niet sterk genoeg zullen zijn zonder Axel en Eric. Kevin is de enige spits die we hebben en dat is niet genoeg. Dat zal geen probleem zijn. Nee, iedereen staat achter je, Kevin. We kunnen dit aan, jongens! Hoe noemen jullie jezelf eigenlijk? Wij zijn het Raymond Junior voetbalteam. En ik ben de aanvoerder, Mark Evans. In jullie grove mensentaal kunnen we zeggen dat wij van de Alias Academy komen. Ja, dat is het. Alias Academy? Inderdaad. En dit team heet Gemini Storm. En ik heet Janice. Goed, genoeg gebabbeld. We hebben een scheids nodig. Ik doe het wel, als ze me niet opeten. Daar zou ik niet zeker van zijn. Ik maak me zorgen. Zullen ze het wel redden? Dat moeten ze. Ze moeten winnen. Dat klopt. Maar ze komen van een zware wedstrijd. Ze hebben zich nog niet kunnen herstellen. Ja, dat is waar. Maar ze zijn in de hoek gedreven. En je wint zeker niet als je niet speelt. Oké, uit de weg, sterfreaks. Ja, blijf maar lekker staan. Pak aan! Drakenboeien! Huh? 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 Zo snel schot heb ik nog nooit gezien. Alles goed? Met mij wel. Oh. Oh, verdraaid. Ik kon net de ultieme hand niet in de strijd gooien. Ik heb gewoon geen tijd om te reageren. Ze zijn te snel. Maar dat maakt niet uit. De wedstrijd is pas net begonnen. Jullie aardlingen hebben geloof ik een spreekwoord dat luidt... blaffende honden bijten niet. Dribbelstorm! Ah! Nathan! Hoe doen ze dat? Oh nee! Oh nee! Ze verslinden ze met huid en haar! We redden het niet. Mijn benen liggen in puin. Ongelooflijk. Ik begrijp niet hoe ze dit voor elkaar krijgen. Gaat het? Spijt me. Ik kan niet meer. Tijd om te wisselen. Axel? Ja. Hulp nodig? Kun je staan? Goeie timing, dude. Goed, Axel. Het werd tijd, Axel. Help hem even het veld af. Kom maar. Kom op, we gaan ervoor. Prima. Kan niet, jongens. We laten die ruimtefreaks wat zien.